In Amsterdam zijn de open dagen van de middelbare scholen weer begonnen. Met succes. Op het Amsterdams Lyceum zijn de lokalen gevuld met nieuwsgierige kinderen en hun ouders. We hebben vanavond denk ik zo'n 1200 mensen in huis, gisteravond ook. Zaterdag komt er weer een vergelijkbaar aantal, dus bij elkaar zo'n 3500 mensen bezoeken ons. Dus het gaat goed. Deze drukte is ook niet zo gek. In de afgelopen 10 jaar is het aantal VWO'ers bijna verdubbeld. Helaas kunnen daarom lang niet alle 8e groepers op deze school worden geplaatst. Vorig jaar hebben zo'n ruim 210, geloof ik, 220 leerlingen ons als eerste voorkeur opgegeven. En dat is dus veel te veel, want we hebben 172 plaatsen ieder jaar. Mijn klasgenootjes kwamen niet allemaal, want ik had zeg maar met 2 andere vrienden had ik me ingeschreven voor het Amsterdam. Alleen zij kwamen er niet op en ik wel. Dat was wel even een schok, want ja, dat is niet leuk, want dan moet ik natuurlijk helemaal alleen beginnen. En nou, één vriendje van me die ging dus naar de 7e keus, naar het MLA. En dat vond ik dus helemaal niet zo heel leuk, maar daarnaast wel gewoon goed gekomen. Dus ja, dat is wel fijn voor hem. Maar de kinderen die nu op de open dag zijn, die maken zich weinig zorgen over het lotingssysteem. Ik heb gehoord dat 97% in zijn top 3 komt. Dus als ik die 3% ben, maakt mij echt helemaal niks uit. Het Amsterdam Lyceum zal ik in mijn top 3 zetten, omdat het tot nu toe mijn hele leuke en leerzame school lijkt. Nou, ik zal het wel jammer vinden als ik niet in de top 3 kom van mijn lievelingsschool, maar ik heb er dan nog wel andere scholen waar ik dan ook wel blij mee ben als ik daar ingeloot word. Het zou nog mooier zijn als iedereen een plek zou vinden op de school voor eerste keuze, maar dat kan gewoon niet. Er is gewoon een enorm verschil in populariteit tussen scholen. Dit is in ieder geval een heel eerlijk systeem en iedereen weet snel waar hij toe is. In de aankomende weken zullen ook op alle andere scholen open dagen worden gehouden. Van 27 februari tot en met 10 maart kunnen de kinderen hun voorkeur laten weten.